The Etruscans, a people that lived 2,500 years ago in central Italy, centuries before the Roman Empire. Their culture, their art, and their treasures of unparalleled beauty still continue to captivate us. For the first time, two museums work together to present the Etruscans to the Dutch public in a double exhibition. Ja, heel goed. The Allard Pearson Museum in Amsterdam will show Etruscan men. Mooi, die komt dicht. And the National Museum of Antiquities in Leiden concentrates on Etruscan women, with loans from the Vatican, the British Museum and the Villa Giulia in Rome. Zo. We zien hier een van de topstukken van de tentoonstelling. Het is een fibula, een broche. Hij is van goud met een robijn in het midden. Dit werd gedragen door hele rijke, vooraanstaande Etruskische vrouwen. Die konden zich veroorloven om dergelijke prachtige juwelen te dragen. En dat deden ze in overvloed. Etruria, an area half the size of the Netherlands, is fertile and rich in precious metals. The Etruscans were traders, sailors, landowners. They were wealthy and in contact with the whole Mediterranean area. The Etruscan culture is strongly connected with the surrounding landscape. De Etrusken hebben zeker hun sporen nagelaten in het landschap. Je vindt heiligdommen terug, je vindt dode steden terug. En je vindt natuurlijk het landschap terug dat wij associëren met de Etrusken. En dat is heel mooi, dat is dat Toscaanse landschap en het Umbrische landschap voor een deel. En daar speelt dat Etruskische leven zich af. The Etruscan cities were built on easily defendable hills of tough stone, still recognizable in today's landscape. Politically, Etruria was a collaboration between various city-states. Het was een aantal steden die bij elkaar hoorden, die ook gemeenschappelijk vergaderden, maar die echt los waren, los functioneerden van elkaar. Dus dat betekent ook dat ze daardoor niet heel erg veel kracht hadden als één groot Etrurië. The Etruscan language is well understood, but there are no comprehensible texts of a substantial length. Of their wooden houses, palaces and temples, only the foundations and the roofs are left. But their ancient cemeteries can be found everywhere. De Etrusken leefden in het gebied tussen het huidige Rome en Florence. En als je in dat gebied reist, dan zie je overal nog resten van de Etrusken terug. En je ziet soms sporen van wegen die de Etrusken hebben aangelegd om van de ene plek naar de andere te kunnen reizen. Waar je gewoon nu nog overheen kunt lopen. Van wat zij daar hebben achtergelaten, dat zie je nog steeds 2500 jaar later. The famous necropolis of Cerveteri. In the oldest burial mounds, we can recognize the roof of a tent. Later graves mimic a home with a beamed ceiling. Yet later, we see on the outside and the inside Oriental-styled decorated graves with even carved beds. But what did the funeral of a wealthy Etruscan look like? Wat wij nu denken is dat zo'n sfeer rond zo'n begrafenis een vrolijke sfeer was. In die zin dat het afscheid van de overledene, die in het graf daarna werd bijgezet, dat dat gepaard ging met een maaltijd, een feestmaal. Het was vaak de vrouw die dat organiseerde. En daar werd wijn gedronken, er werd vlees geroosterd, er werd goed gegeten en goed gedronken. Er werd waarschijnlijk ook muziek gemaakt, misschien ook wel spelen opgevoerd. En vervolgens, als dan de overledene in dat graf werd bijgezet, werd de hele inventaris, de afwas tussen aanhalingstekens, werd in dat graf geplaatst. It is very rare that a tomb is found intact. But in 1836, near Cerveteri, the richest grave ever was found, the Regolini-Galassi tomb. The contents of this family tomb are now in the treasures of the Vatican in Rome. It is an important resource for research into the lives of wealthy Etruscan men and women. Quello che gli scopritori riuscirono a vedere furono veramente stupefatti, non credevano i loro occhi.
perché praticamente le cronache del tempo ci restituiscono un'immagine come loro immaginarono di vedere il defunto all'interno della tomba, nella camera principale, letteralmente coperto di ori. Quella enorme fibula d'oro accese subito la curiosità e la fantasia sia degli eruditi, degli studiosi che cercarono immediatamente di interpretarlo nel suo significato, sia anche degli orafi. E fino ad oggi cose del genere non si è ancora riusciti a realizzarle. The objects that were found in the grave are now digitally reconstructed. More than 2,500 years later, we can see what the tomb must have looked like. Near the town of Tarquinia, there is another famous necropolis. The burial mounds are gone, but underground we find burial chambers with vibrant and vulnerable murals. Here, the presence of Etruscans can easily be felt. We hebben een heleboel graven. We hebben echt tientallen, zo niet honderden graven met grafschilderingen. Hele prachtige documentatie om het leven, ook de dood van de Etrusken te reconstrueren. Maar het is toch maar een heel klein percentage wat beschilderd was. Het is ongeveer uitgerekend maar 2% wat beschilderd is. En dat komt natuurlijk omdat het de happy few was die zich die grafschildering kon veroorloven. One of the most striking differences between the Etruscans and other peoples, like the Romans and the Greek, is the relationship between men and women. La figura femminile nel mondo etrusco ha una rilevanza che non è diffusa altrove. Se noi pensiamo alla Grecia, alla coltissima Grecia o anche a Roma, si colgono delle differenze sostanziali. Il fatto stesso che la donna potesse trasmettere il suo nome ad un figlio è il ruolo sempre più centrale che le ricerche vanno evidenziando appunto nella società etrusca della donna, danno un'idea, concorrono a definire i lineamenti di una cultura come quella etrusca, che è una cultura molto particolare e vogliamo dire in questo senso estremamente moderna. La donna etrusca partecipava anche appunto, come ho detto, alla vita pubblica, andava negli stadi o comunque a vedere i giochi. Abbiamo delle raffigurazioni che la fanno vedere insieme a uomini, appunto, cosa che appunto, per il mondo greco e anche per quello romano era una rarità. Besides the tomb paintings and funerary gifts, terracotta temple tiles are another important source of information about the Etruscan culture. Museum Villa Giulia in Rome has astonishing temple treasures, including the world-famous Apollo of Veii, who once stood on the roof of an Etruscan temple. Een majestueuze tempel, zo'n 15 tot 20 meter hoog, met felgekleurde figuren en voorstellingen op het dak. En grote, prachtige deuren, alles met prachtige kleuren en allemaal bekleed in terracotta. Er wordt wel gezegd dat van alle volkeren op aarde de Etrusken wel de meest religieuze waren. Men heeft het ook wel over het feit dat de Etrusk de meest bijgelovige was en dacht dat het hele leven werd bepaald door de goden. Lightning was a sign of the gods, but also cow or sheep livers were a source of information for the haruspex, the seer. Professor Van der Meer uses an Etruscan liver model to study omens. Dit is de lever van een schaap. Met een grote lop, een kleinere lop. En hier is de Pocessus pyramidalis, de kop van de lever. En op het levermodel hiernaast zie je caput, kop van de lever. Zat hij erop, was dat een gunstig teken voor de Etruskische haruspex. Ontbrak hij, was het een negatief teken. En dan stopte de consultatie. Zat hij erop, dan ging je verder kijken naar de regio's, de onderdelen van de lever. En had natuurlijk een specifieke vraag. Gaan we oorlog voeren of niet? Wordt iemand gezond of niet? Dus sommige geleerden denken dat het noorden ongeveer hier zat en het zuiden daar. Ja. Het oosten was gunstig, het westen was ongunstig. Met een verdere precisering. Noordoosten zeer gunstig, zuidoosten gewoon gunstig, zuidwesten ongunstig en het noordwesten zeer ongunstig.
The last loans for the exhibitions are arriving. Never before have so many Etruscan objects been shown in the Netherlands. Even after thousands of years, the Etruscans continue to delight and move us. Ik heb vorige week een beeldje uitgepakt wat hier in de tentoonstelling staat. En ik was echt oprecht ontroerd toen ik het zag. En dat heb ik eigenlijk, kijk, ik heb het weer. Maar dat heb ik nog nooit gehad bij een object. Dus dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat dat na zoveel jaar dat toch oproept.